Nieuwe knaagdierenopvang meteen al overvol. Hallo allemaal. Steeds meer mensen dumpen hun cavia of konijn in het bos omdat ze geen zin meer hebben om ervoor te zorgen. Ik vind het heel zielig, want zij kunnen er meestal niks aan doen als ze vervelend zijn of zo. Komt vader door de baasjes zelf. En ze kunnen niet zeggen dat ze het niet willen. De gloednieuwe knaagdierenopvang in Utrecht zit helemaal vol met gedumpte dieren. Zometeen hoor je meer. Maar eerst herdenkingen vandaag in Rotterdam. Een opvangcentrum voor dieren dat al vol zit nog voordat het officieel geopend is. Dat is nu aan de hand in Utrecht bij de gloednieuwe knaagdierenopvang. In de opvang zitten ruim 100 konijnen, cavia's en ratjes die door hun baasjes gedumpt zijn. Al deze diertjes zoeken een nieuw baasje. De dierenbescherming is pas begonnen met deze speciale knaagdierenopvang, omdat er steeds meer konijnen en cavia's buiten op straat of in het bos worden gevonden. Ze worden gedumpt door hun baasjes. Mensen beginnen te snel aan een lief konijntje. In de dierenwinkel kun je je voorstellen, als je zo'n lief diertje ziet, dat je verliefd wordt. Maar er komt heel veel bij kijken. Je moet ze dagelijks verzorgen. Ze worden 10 tot 15 jaar oud en je moet er heel lang goed voor zorgen. En als je op vakantie gaat, moet je het ook regelen. Ja, en lang niet iedereen regelt dat dus goed. En daarom was deze opvang al binnen een paar weken vol. En dat terwijl hij nog niet eens echt open is. Josephine woont in de buurt en kwam vandaag een dagje helpen. Zij heeft geen goed woord over voor alle mensen die hun dier dumpen. Ja, dierenmishandelaars. En ik vind gewoon dat ze gewoon echt moeten denken voordat ze een konijn of knaagdier of zo nemen. Iedereen die graag een konijntje of cavia wil, kan binnenkort in de opvang een beestje uitzoeken. Maar je krijgt hem niet zomaar mee. We hebben eerst een plaatsingsgesprek en daarbij vissen we ook een beetje uit van is die persoon wel geschikt voor een konijn? Dus als je bij ons een konijn meekrijgt, dan weten wij ook zeker en dan kun je van jezelf ook ervan zeker zijn dat het wel goed komt. De dierenbescherming hoopt dat alle mensen die nu nog een diertje zoeken naar de opvang komen en niet naar de dierenwinkel gaan. Met een beetje geluk vinden dan alle beestjes een nieuw baasje en komt er in de propvolle opvang weer wat ruimte.